Cher, Knoller en gang. En fijn dat jullie weer luisteren en kijken, of kijken, dat kan natuurlijk ook, naar een nieuwe Knolcast podcast van mij, Milan Knol. Leuk dat jullie er weer zijn. Leuk dat jullie weer gezellig met jullie bakje chips of misschien wel in de auto zitten. Of misschien wel kom je net van een video van mij. Want ik heb natuurlijk een eigen kanaal, die heet Milan Knol. En dan kun je ook even opkijken op YouTube. Maar het gaat vandaag niet om mij. Zoals eigenlijk bijna iedere keer gaat het maar een klein beetje om mij. Het gaat vandaag om de gasten. En de gasten die ik vandaag heb, is niemand minder dan de bankzitters. Welkom. Hey. Hallo. Yes. Yes. Ik heb een applaus. Hey. Dit heb ik al nooit meegemaakt in mijn leven. Heb je allemaal geluidseffectjes? Ik heb allemaal geluidseffecten. Ja, wil je nog één horen? Ik wil scheet. Scheet heb ik niet. Ik heb wel mijn moeder. Oh, ja, wil je die horen? Ja, die wil ik horen, ja. Kom ze. Ja, dan moet je wel even die headset ding op. Oh, ja, wacht. Anders hoor je het niet. Maar knol. Ja, dan ga je mijn moeder horen. Let op. Bam, je hebt nog steeds straf! Wat is dat? Ja, ze moest een stemmetje inspreken van Angry Birds 2. Bam, je hebt nog steeds straf! Dat was haar line. Dus ik zei van, doe eens even. Nam ik het op. Maar bankzitters, jullie zijn een YouTube-kanaal met meer dan 150.000 abonnees. En aan tafel heb ik vandaag, nou stel jezelf even kort voor, tegenover mij. Mijn naam is Koen. Dat was het. Ja, dat is kort, toch? Ja, nee, dat is kort inderdaad. Ja, hadden maar 50 minuten, heb ik gehoord. Dus ik gooi er een beetje tempo in, dacht ik. Ja, we hebben 3 kwartier inderdaad. Maar je mag wel zeggen hoe oud je bent. Ik ben net 21. Net 21. En ik heb ook een eigen YouTube-kanaal, maar daar hebben we het vandaag niet over. Want vandaag gaat het over de bank zitten. Dat gaat over, ja, nee, maar jullie hebben allemaal je eigen individuele YouTube-kanaal nog. Oké. Dat is uit mijn hoofd FC Roelie. Zeker. Lucky Graaf, DNP en V-Philosophy. Kijk. Dat zijn jullie. Goed dat je het nog steeds... Applaus voor jezelf. Wat goed. Ja, ik heb hier een speakbriefje. Maar ja, dat ik al. Oké, en naast jou zit... ja, ik noem altijd Lucky, maar je heet geen Lucky. Ik ben Robby en ik heb geen microfoon. Ja, jullie moeten even wisselen met elkaar de hele tijd. Koen en Robby. En ik ben ook net 21. Jonkies, hè? Ja, jullie zijn inderdaad jong, inderdaad. Wij zijn oud. Ja, want oude garde. Naast jou zit weer zit Mattie. Ik ben 24 geworden laat. 24? Oud, hè? Damn, man. Net zoals mijn vriendin. Ik zou je gewoon kunnen doen. Jij gebaart zo van, nou, laten we gaan. Maar... Ja. Oh, dat is, voor de luisteraars inderdaad. Ja. Ik gebaar ervan, hey, zullen we... Ja, oké, snap het. Nee, dat is het lastige van de podcast, of tenminste van mijn knolcast. Soms upload ik de video wel, soms upload ik hem niet. Oh. Ligt er maar net aan of ik denk van, hey, dit vind ik leuk genoeg. Oh, als dit is een gebeuren. Test eigenlijk, dit. Nee. Als er leuke dingen deze gebeuren... Deze komt dus niet. Deze komt niet online. En tegenover jou, Mattie, of tenminste naast mij, zit... Roelie, Raoul. Ik ben 24. Hij is bijna 25, mag er wel bijgezegd worden. 24. Wow, ben jij eigenlijk al 27, toch? Ik ben 27, zo. Ja. Jezus, zo. Bijna dood. Thanks, man. Godverdomme. Wil jij even de mic geven aan Robby? Kut, Koen. Nee, bankzitters, jullie zijn niet met z'n vieren vandaag, maar jullie zijn met meer, toch? Ja, met z'n zevenen. Ja, wie missen we? We missen Milo, die met het hele grote voorhoofd. Ja? Ik denk dat de meeste mensen me zo kennen. En ook die altijd mensen boos maakt. Dat is Milo. Ja. En Matthijs en Mark, die missen we ook. Die mis ik niet, hoor. Die zijn er niet. die ken niemand. Oké, en met z'n zevenen runnen jullie... wat doen jullie? Een van jullie kan het uitleggen. Wat doen jullie? Ja, dat vragen we onszelf ook af. Nee, we maken gewoon video's en we gaan gewoon kijken van wat is leuk om nu te doen met z'n allen. En dat kan echt van alles zijn, van een eetwedstrijd totdat we met z'n allen gaan gimmen, totdat we een speurtocht gaan doen. En ja, dat filmen. En dat maar is het is toch oorspronkelijk begonnen met voetbal? Ik bedoel, bankzitters is toch voetbal gerelateerd? Ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Daar zijn we laatst achtergekomen. Want dat voetbal niet leuk voetbal, we hebben echt al heel veel voetbalvideo's gemaakt. Ja, al zoveel dat je een tijdje... Andere shit doen, ja. We zijn ook niet heel goed. Nee, dat heeft ook al met mensen komen er steeds meer achter dat we echt heel slecht zijn. Oh, maar jullie verwachten echt dat het pro was? Ja, of zo. Ja, maar ze dachten dat we wat konden of zo. Dat slaat nergens op, maar... Toch is het een soort verwachtingspatroon wat je creëert. Dus. Ah. Aangezien er helemaal geen... Echt niemand maakt voetbalvideo's in Nederland. En als iemand het doet, dan verwachten ze wel dat het goed is. Maar dat is het dus niet. Ja, Dinges doet dat toch? Die hoe heet dat nou? Bas. Ja, Bas Bassistent. Ja. Ja. Bassistent ken ik inderdaad qua YouTube. En er is nog iemand. Zo'n Toussaint. Ja, die is vrij goed. Ja, die is professioneel. Die is pro. Bas heeft al een jaar geen video meegemaakt. Nee, dat klopt inderdaad. Dus eigenlijk een beetje, niemand. Die is alleen aan het eten thuis. En dat zo is onaardig. Dat is onaardig, want dit gaat hij sowieso ook weer horen. Ja, maar ik mag het zeggen. Heel makkelijk weer dit, hè? Ja, dus ik mag het zeggen. In die diss-track ook al, je moet hem echt hebben. Ja, maar daar gaan we zo... Daar gaan we nu dan. Je komt met de deur in huis vallen. Want bankzitters, ik heb jullie allemaal een keer gedist. Ik voornamelijk mij, toch? Poeh. Ja, nou ja, gedist is ook wel weer een groot woord eigenlijk. Maar ik heb een keer een video gemaakt...
weet niet eens hoe die heet. Heet die loyaliteit? Is dat hem? Loyaliteit? Nee, dat is met die andere. De game manier, toch? Is het negativiteit dan? Nee, ook niet. Oh nee, het was gewoon bankzitters district. Dat was hem gewoon. Bankzitters district. Oh ja, Matti, jij hebt ook een bankzitters district gemaakt. Ja. Wij allemaal. Oh ja, inderdaad. Ja, ik zie het inderdaad. FC Roelie ook. Ja, mijn titel was alleen anders. En Van Koen volgens mij ook. Oh ja, maar die Van Koen, die van DNP, die was niet zo goed volgens mij. Nee, klopt. Je hebt er wel kijk op, ja. Dat is wel goed dit. Nee, geintje. Maar ik zie mij er niet eens tussen staan. Oh, hier. Oh nee, dat die Van Koen. Bankzitters district, Matti. Ja, klopt ja. Want ik had... Matti, jij ging je net... Je had views nodig. Ja, zeker. Ik had zeker views nodig. Maar het was ook zo dat Matti, die ging net uit mijn oude kanaal Dagelijkse D. Ja, half jaar daarvoor denk ik of zo. Ja, zo'n beetje. Ja. En voor de kijkers was dat een beetje zo van... Hey, waar is Matti nou? En kom, laat hem terugkomen, blablabla. Bla, bla. En jij ging toen naar de bankzitters. Want ja, jij ging dat, van, dat werd meer een ding, laat me zeggen. Het was geen transfer of zo, maar het werd wel meer een groep of zo. We hebben ja. flink moeten betalen, vriend. Ja, dat begrijp ik. Zo, jullie hebben mij betaald... Voor die extra subjes. Nee. Ja, nee, want het totale plaatje. Even duidelijk voor de luisteraar of de kijker die dan zit van... Maar hoe, ik snap er niks van. District, bankzitters, Dagelijkse D. Mijn oude naam voor mijn kanaal was Dagelijkse D. En ja. In Dagelijkse D had ik een groep mensen die samen video's maken. Die heb ik nog steeds. Dat is Jeremy, Link en Don vandaag de dag. Maar toen zat Matti er ook bij. Ja. En jij bent toen op een gegeven moment zei je van... het wordt te druk, het past niet meer in mijn straatje. Je was heel veel met FIFA bezig. Ja. Dagelijkse D was niet echt FIFA. Jullie gingen ook heel erg de switch naar Real Life maken toen. Ja, wij gingen echt entertainment doen. Eigenlijk basically wat jij nu ook doet. Met bankzitters, ja. Ja, dus ja, waarom ben je weg? Ik liep gewoon achter, ja. Ja, nee, ik was er nog niet aan toe. Nee, okay. Waarom ben je dan weggegaan? Je doet nu gewoon precies hetzelfde als wat wij toen deden. Omdat wij wel leuk zijn. Ja, precies. Nee, je wilde wat nieuws starten. Nou, dat is helemaal prima. Dus we zijn gewoon, je bent weggegaan bij team officieel en bij bankzitters komen zitten. En toen was ik natuurlijk een beetje verdrietig dat je weg was. Heel erg. Dus toen heb ik een district gemaakt, want dat doe je dan. En toen heb je ook een A5 gekocht, ook die Audi toen, van mijn Vivo Fridays geld. Ja, in die tekst zeg ik dat. Ik weet niet of je staat aangesloten, maar ik weet niet of het werkt. Dit werkt is ook het? Lekker. Jordi, werkt dit? Jordi, dus de stagiair, die zit erachter. Ja, Matti hoort niks. Ik hoor niks, maar ik weet hoe die gaat in mijn hoofd, toch? Dit is die bankzitters. Het is grappig om te zien dat jij probeert te rijmen. Het is grappig om te zien dat jij op mij wilt lachen. Maar had ik gedaan toen je in mijn team zat, dan had ik wat aan je gehad vrijdag. Ja, want vrijdag was de dag dat jij... FIFA Fridays. Uploaden, inderdaad. Ja. Dus het was volledig vriendschappelijk. Jij wist er ook van. Jij wist alleen de tekst niet. Nee. Maar ik had wel gezegd van... Ik ga niet te hard. Nee, ik ga niet te hard, nee. Maar dat was bij ons... Eigenlijk was het hetzelfde als wat wij allemaal deden. Zo van, je weet dat het komt. Ja. Niet hoe en... Klopt, het was toen heel populair hè, om ineens allemaal een district te gaan maken. Ja, maar dit was ook de eerste die je hebt gemaakt, toch? Daarna heb jij er nog wel een aantal gemaakt. Die heeft 10 miljoen views, toch? Die andere echt. Want jij had volgens mij ook... Het is gewoon fucking leuk om te doen ook. Ja, zo'n ding maken en tekst schrijven en clipshooten en alles. Dus ja, dan wil je ook meer dingen doen. Maar wij waren een beetje uitgedist al. Ja, jullie konden elkaar dissen. En we hadden echt 5 van ons hadden een district gemaakt over elkaar of zo. Ja. En wij kennen elkaar best wel goed... En, ja, maar dan kun je het heel persoonlijk maken. Ja, dat klopt. Dus dat was gevaarlijk. Jij kende me wel een beetje natuurlijk. Ja. Maar niet zoals zij, denk ik. Dus ik was niet bang om voor hele persoonlijke shit. Nee, maar absoluut niet. Nee, ik ga geen vriendin erbij halen of zo. Oh, dat deed zij wel trouwens. Ah, sorry. Ja. Nee, ja, maar ik denk... Jouw vriendin? Nee, maar dat ga ik allemaal niet doen. Want het moet geen ruzie zijn. Het district is voor de lol op YouTube. En het moet grappig zijn. En het moet een beetje... Ik bedoel, uiterlijke dingen. Dat is makkelijkst, toch? Ja. Dat is ook waarom heel veel mensen het niet leuk vonden. Die dachten allemaal dat het allemaal nep was. Maar het was niet nep. Het was alleen niet alsof je ruzie had. Ja, want ik heb wel 4000 dislikes. Ja. Echt? Hoeveel likes? 47.000 likes. Oké, okay, ja, dat is goed. Ja, dat is toch prima? Ja. Ja, toch? Hebben jullie nog haat gekregen daarvan dan naar elkaar dat jullie disten? Nee. Op elkaar? Of elkaar, ja. Of van de kijkers? Of nee, maar allebei. Nou, alleen dat mensen zeiden dat het nep was. Ja, oké. Okay. Dat was gewoon niet waar. Dat is niet waar. Het was gewoon echt. Maar mensen zeiden van, je doet dit voor de views. Maar het was gewoon echt leuk om te doen. Maar het was ook een beetje genakt van Sideman weer. Dus daar kreeg ik het meeste haat op trouwens. Ja, want Sideman is dus... 2 weken ervoor gedaan of zo. Dat ga ik ook doen. Ja, maar Sideman is een YouTube-kanaal van KSI. Tenminste, KSI is een soort van leider, als het ware, van dat groepje. De grootste YouTuber. Matti is onze KSI. Matti is jullie KSI. Ja, witte KSI. Matti is een beetje onze Kim Jong-un. Dus dat is de 6e transfer die jullie dan hebben gekregen eigenlijk. Ja.
Nou, top. Nee, maar Sidemen is dus een YouTube-kanaal ook. Ook met allemaal vrienden. En dat ging eigenlijk ook altijd een beetje om voetbal, challenges en dat soort dingen. En die zijn ook naar entertainment gegaan. Zien jullie jezelf als de soort van Nederlandse Sidemen dan? Ja, ik leg dat wel altijd zo we uit. We worden zo vaak daar of, ja, op aangesproken of zo. Maar we hebben ook heel vaak, laat maar zeggen... Dat is echt erg. Dat is echt erg. Wij verzinnen gewoon altijd ideeën. Denken dat is leuk. Dat doen we... Basisschool gaan we toets doen of zo. Of wat hadden we laatst verzonnen? Met die kinderen, baby, dat met... we een baby een dag moesten verzorgen. Maar zij doen dat letterlijk dan gewoon... Als het in ons hoofd zit. Binnen nood hebben zij het ook. En dan doen wij het, hebben wij het soms al opgenomen. En dan gooien we het online. Nou hebben we weer genakt van zijn. We hebben het oprecht gewoon eerder verzonnen. We hadden een bakvideo. Dat is echt ja, zo. Bakvideo. Bakvideo. Op de dag dat wij onze bakvideo opnamen, kwam hun bakvideo online. Dat geloof je toch niet? Dus wij waren in de studio... die bakwedstrijd aan het doen. En een paar uur later kwam daar een video online dat zij gingen bakken. Dus dat is echt van, ja je gaat ook niet... Is dat zo erg? Nee, nou, voor ons het is niet. Leuker als je een keer eerder bent of zo. Maar om anders zeggen, dan kijken ze alleen maar het is andersom ook, want wij doen wel eens verstoppertje video's. En dat doen zij ook, maar op wel vettere plekken natuurlijk. Ja. Maar wij waren als eerst op Koens kanaal met verstoppertje. Ah. Dus dan krijg je wel dat mensen zeggen van... Oké, ja, jullie doen ze na. Terwijl verstoppertje is dus niet alsof zij het hebben uitgevonden. Maar is dat belangrijk dan dat je niks na... Nee, maar als je alleen maar comments erover krijgt... Terwijl je het soort van wel zelf hebt verzonnen. Niet, ik denk dat ik syndroom aan heb. Ja, maar maakt dat uit? Maar beïnvloedt jullie de content dat? Nee, het maakt onszelf niet uit, maar... Ja, we komen echt over als een AliExpress site met wat wel een beetje zo is. Maar weet je, het is wel zo, maar dan wordt het alleen maar erger dat. Een beetje sneu wordt het dan. Ja, oké. Okay. Ja, nee, maar ik heb dat ook heel vaak, hoor. Dat ze dan zeggen van, ja, je hebt het genakt of je hebt het nagemaakt. En dan denken ze van, ja, oké, beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja, maar we hebben nog nooit echt dat we zo'n video hebben gezien van de Sidemen dat we denken dat we hebben gedacht van, oh, dit gaan we nu ook echt doen. Nou, met dat tinderen, dat wel, toch? Dat wilden we nou ook gaan doen. En we willen wel iets met vrouwen gaan doen, want Sidemen heeft een Tinder-video gemaakt. Iets met vrouwen doen. Ja, nee, echt goede video. Hij heeft geen vriendin meer, je meet het. Nee, geen vriendin meer. Nee, maar Sidemen had een Tinder-video gemaakt, die was echt geniaal. En dat was echt heel leuk. Maar ja, we willen dan niet dat echt nadoen, maar we willen dan wel zoiets. En dat is wel echt lachen. Maar dan wil je dan een beetje een soort spin-off van maken. Maar niet precies dat. Alleen dan gaan er toch wel comments komen dat het genakt is, wat dan niet waar is, maar gewoon meer geïnspireerd. Ja, maar dat maakt ook niet uit, denk ik, hoor. Het komt ook wel omdat onze doelgroep ook de Sidemen kijkt, zeg maar. Het is een beetje dezelfde doelgroep. En er zijn ongetwijfeld heel veel kanalen die precies hetzelfde doen. Of die dingen doen die wij ook doen. Maar dat kijkt onze doelgroep dan niet. Dus en met Sidemen heeft hoeveel abonnees? 10 miljoen? Ja, daarom. Dat is echt bizar. Dus, en jullie hebben het 150.000. Dus ja, veel te weinig trouwens. Dat je weinig toch wel. Abonneer even, mensen. Ja, nee, natuurlijk. Shout-out jezelf. We hebben geen video die minder views heeft dan abonnees. We hebben geen video die... Oh, maar dat is knap. Ja. Dat is raar eigenlijk. Ja. Dus dat betekent dat eigenlijk de kijkers van jullie helemaal niet op dat knopje drukken om te abonneren. Nee, bizar is dat. Ze weten toch, elke vrijdag 5 uur komt hij daar. Ik hoef alleen maar even bankzitters in te typen. Ik ben niet te abonneren. Nou ja, het is leuk dat je zegt bankzitters intypen, want ik zit op Google. En als ik daarin bankzitters intyp, moet je even nog niet kijken hoor, Rolly. En ik druk op spatie, wat denk je dan dat de top 3 is? Dat is een leuk spelletje. Distrack. Vriendin. Bankzitters vriendin. Ja. Geen distrack. Dat is dus iedereen zeg maar een vriendin. Distrack 100%. Distrack 100%. Distrack staat nummer 2. Merch. Merchandise. Merch staat nummer 1. Oh, ja. Derde, YouTube. Nee. Dan leden. En namen inderdaad. Namen. Echt? Een verstoppertje staat op 4. Je wilt toch weten wie Matthijs is, toch? Dat verstoppertje staat op 4 inderdaad, ja. Oh. Ja, dat jullie verstoppertje spelen in de video. Dat is leuk. Hoe hebben jullie dat vaak gedaan? Ja, 2 keer en op zijn kanaal ook 1 keer. Dat is echt leuk verstoppertje spelen. Moeten jullie ook doen? Ja, nee, ik heb het nog nooit gedaan, maar lijkt me grappig. Dan is het wel genakt van Sam. Ja, wel van ons. Nee, van Sam. Van jullie. Nee, van Sam. Nee, ja, bankzitters merch, maar dat hebben jullie niet. Ja, nou. DNP, doe even het promotiepraatje. Kleine scoop. Oké, ja, doe maar. Doe maar even hoor. Doe maar een promotiepraatje. Doe maar. Wat komt er nou aan dan? Wat voor sound effect? Irma weer. Allemaal lawaai, ik wil mijn ruis. Toi, er komt misschien wel iets aan. En het wordt wel tof. Als er iets aankomt. Oké. Maar je weet het niet. Het kan. Het komt volgende week online, hè? Nee, een maandje denk ik zo. Binnen een maand hebben we wel iets wat merchandise is. Leuk. Op bankzitters.nl. Ja. Nou, helemaal top. Krijg ik me daar 10% nog van voor deze shout-out? Ja, en een gratis shirt. Gebruik de code Milan Knol voor 1% korting. 1% dan. Ja. Dat is veel hoor. De aankoopwaarde van onze shirt is wel rond de 2000 euro. Dus dat is toch weer twee tientjes. Ja, dat scheelt dan weer inderdaad, ja. Maar bankzitters namen, dan kom je op zo'n vage wiki. Oh ja, onze fanwiki, die is niet helemaal up-to-date, maar dat is wel een leuke fanwiki. Ja, ik zie het inderdaad. Ze variëren tussen de 17 en de 23 jaar. Dat klopt niet meer. Het is nu 19 en 25. Er zijn sommige dingen die echt eng zijn hoe accuraat ze zijn. En er zijn ook sommige dingen waarvan je denkt,
hoe kom je hierop? Wij zijn familie, toch? Ja, wij zijn familie. Dat staat dat ding. Echt waar? Ja, we hebben niet eens dezelfde achternaam. Maar... Robbie en Roel zijn familie. Ja, maar ik heet Van de Graaf en hij De Graaf. Oh. Ja, dus zijn verre familie. Maar zeg maar, zo werkt het niet met achternamen. Maar... Jawel, zo werkt het wel. Oh, okay. Jawel. Jawel, zo werkt het wel. We zijn gewoon familie. Ik heb een primeurtje. Hartstikke leuk. Organisatie, want kijk, bij mij, als ik het vergelijk met mijn eigen content en mijn eigen kanaal, qua dagelijkse D of qua Milan Knol nu, wat ik heb, die jongens zijn erbij en ze weten dat ik zeg maar de soort van leider, tussen aanhalingstekens, van het groepje ben. Wie is bij jullie de soort van aanspreekpunt, leider, die alles een beetje in goede banen leidt? Het wisselt heel erg, het hangt heel erg af van wie op dat moment tijd heeft. Ja, en wat het is. Ook wel. Dat ook. Dus iedereen heeft zijn eigen input en er is eigenlijk een soort democratie of zo gaande? Nou, het ding is een beetje dat niemand van ons heeft het zeg maar het afgelopen jaar fulltime gedaan. Dus dan was het inderdaad zeg maar op het moment dat iemand tentamen zat of zo op de unie, dan was het van, ja, ik heb nu geen tijd, dus dan moet iemand anders het even oppakken. Ja, je bent met 7 man, dus je kan makkelijk switchen natuurlijk. Ja, ja, oké. Okay. Maar merk je dan ook dat je als je bepaalde namen in de thumbnail hebt of bepaalde namen in de titel, dat je dan meer views hebt? Dat hebben we dus niet. We hebben eigenlijk alleen maar gewoon bank zitten, dus altijd. We hebben eigenlijk onze namen naar voren komt of zo. Nee, oké. Okay. Echt als een geheel. Ja. In de thumbnail natuurlijk wel. Daar let je wel op, want je hebt gewoon grotere bij ons en kleinere YouTubers, zeg maar, met hun eigen kanalen. Dus ja, dan doe je natuurlijk eerder Mattie bijvoorbeeld in de thumbnail dan Mark, bij zo'n spreken. Ja, want Mattie, jij hebt op jezelf 650.000 abonnees. 26. 26. 26. 620. Oh, ik dacht 26.000. Ik denk, nee, zo, ja, de carrière gaat niet goed meer. 620.000. 620.000, ja. En Robbie, jij hebt hoeveel op jezelf? 280. 280. En Koen, jij hebt? Volgens mij bijna 270. 270. En Robbie, jij hebt? 291. Ja, tering man. Dat is 300.000. Dus dan is Mattie eigenlijk bijna altijd op de voorkant dan. Als ik het zo moet zeggen. Ja, of niet? Maar toch met thumbnails vind ik dat we best wel altijd allemaal erop staan, toch? Of niet? Voor thumbnail maakt het echt niet uit. Valt het mee? Ja, soms. Dat is de hele idee. Het is maar net hoe het uitkomt, toch? Het is best wel altijd met z'n allen. Nou, we hebben eigenlijk 1 ongeschreven regel. En dat is gewoon dat in elke titel bankzitter staat. Dus de bankzitters gaan gymmen. De bankzitters organiseren een verjaardagsfeestje. Eigenlijk staat er altijd overal bankzitters in. Voor de rest geen namen. Express, ja. Ja, ook dat als je gewoon bankzitters intypt, je altijd bij ons. En nu ga ik een beetje zakelijk. Als je niet die kant op wil gaan, moet je het zeggen hoor. Maar kijk, bij mij is het ook heel duidelijk. Van, graag zelfs. Al het geld gaat naar mij. Maar ik betaal alle uitjes. Ik betaal al het eten. Ik betaal al het vervoer. Blablabla, bla, bla, noem het alles op. Jullie doen het gezamenlijk. Ja. Gooien jullie allemaal geld in het potje? Het is eigenlijk een soort self-sustaining kanaal. Ja. Dus we verdienen er niet zo heel veel aan. Niks. Leg het even uit, Roel. Dit geven we allemaal uit, toch? Ja, dat is leg je term uit. Ja, self-sustaining. Ja, Koen snapt dat niet. Oh ja. Nee, klopt. Ik snap het niet. Ja, zelfonderhoudend. Dus de inkomsten van het kanaal, die gaan weer terug in het kanaal. Waardoor we video's kunnen maken. Waardoor we inkomsten krijgen die weer terug gaan in het kanaal. Ja, maar hoeveel views hebben jullie per maand dan? We zitten nu op 2,1 miljoen. Vier video's per maand. 4 video's per maand. Dat is op zich dat is goed, man. Dat is echt fucking goed. Ja. Ik wil 4 video's per week. En ik heb 3 miljoen weer. Nee, grapje. 13. Nee, heel kut is dat. Dus er komt geld binnen. En dat geld gaat eigenlijk ook meteen weer naar het kanaal. Ja, maar als jullie voor jezelf moeten rijden. Want de ene moet bijvoorbeeld verder rijden dan de ander. Dan betaal je maar wat meer benzine. Is dan maar zo. Nou ja, daar hadden we het dus laatst over. En vanaf nu moeten we eigenlijk wel gewoon dat we kilometers gaan vergoeden. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Wordt wel een lastig rijtje als je dat allemaal wil gaan doen. Is de man. Nee, ons accountant. Hij is de accountant. Dat is wel zijn taak. Hij heeft wel een taak. Hij is net afgestudeerd, accountant. Oh, dat meen je. Robbie is onze tovenaar. Oh, je hebt het goed met cijfers. Robbie, pak het maar. Goed met cijfers. Nee, dat niet. Wat is dit? Nee, ja, kijk, weet je wat het is? Af en toe hebben we wel een leuke campagne of zo. En dan... Maar dan delen we het wel meteen weer uit aan elkaar, toch? Ja, want dat is inderdaad ook een ding. Campagne is een betaalde video van een bedrijf, een sponsor. Ja. En die krijgen jullie ook gewoon op je kanaal? Af en toe. Nog niet veel, maar we hebben er wel een aantal gedaan. Ja, en dan is het gewoon delen, toch? Oké, dan gaat iedereen zijn eigen deel krijgen. Ja. En we hebben wel een verdeling natuurlijk. De ene doet wat meer of is wat groter. Oh, serieus? Dus het is niet dat we allemaal exact evengeel krijgen. Maar het is meer zelfs nog om de EU. Er zijn ook leden die echt geen tijd erin stoppen, gewoon. Ja, dus nou, dat kan. Daar is gewoon alleen mee doen. Ja. Die zitten niet hier, overigens. Oké. Okay. Oké, okay, nee, jullie zijn... Ja, ik wil geen ruzie maken, hè? Dus, wij wel. Gewoon een beetje distrack. Distrack season geopend. Ja, want de bankzitters die er nu bij zijn, die gaan gewoon dit laten luisteren natuurlijk. En dan... Ja, dat vraag ik me af. Ik denk niet dat Milo het luistert. Die luistert alleen. Milo, als je dit luistert... Mark, shout-out naar jou. Ik weet zeker dat Mark luistert. Mark luistert dan. Milo, als je dit luistert, stuur dan chips.
Ja, want Mark is volgens mij een beetje de Pascal bij mij. Pascal is ook weg, toch? Is Pascal die met dat vierkante hoofd? Ja. Dat is het enige waar ik hem van ken. Zo lullig, ja. Heerlijk. Ja, nee, Pascal was inderdaad bij mijn team altijd een beetje de lulse van het sukkeltje. Terwijl hij is gewoon intelligent, is gewoon een hele normale guy. Maar hij is altijd een beetje het sukkeltje, het typetje karakter in de video. Maar dat is bij jullie Mark een beetje volgens mij. Dus toch? Mark is geen typetje dan. Nee. Mark is gewoon zo. Mark is zo. Oké, nee, dat weet ik niet. Ik ken hem verder niet. Maar daarom is Mark wel leuk. Maar ja, hij vindt het zelf volgens mij niet altijd heel leuk dat hij zeg maar dan als een sukkeltje wordt neergezet. Maar het is niet dat wij dat expres doen. Dat doet hij gewoon echt zelf. Ja, nou, ik zag een video en dan struikelt hij bijvoorbeeld over de bal. Ja, dat doet hij echt zelf. Ja, ja daar kunnen wij niks aan doen. Nee. Hij heeft die bal struiken. Dat kan je niet beïnvloeden. Nee, maar we editen toch wel 5 keer in. Dat doen we dan wel. Ja. Zo zijn we dan wel. Ja, maar dat is content. Ja. Dus dat zou ik ook doen. Als ik het zelf was, zou ik het doen. Ja, dat is waar. Ja, toch? Was uit een krant dat het ooit beschreven. Van Mark is de anti-held van de groep. Ja, een krant? Ja, ja. Ook een krant. De krant. New York Times naar die of show, zo. Naar onze show. Ja. Oh shit. Eindhoven's Dagblad. En met bankzitters, wat doen jullie nog meer? Want jullie hebben volgens mij ook zo'n voetbalclub, Creators FC. Ik zeg volgens mij, maar dat weet ik zeker. Jullie hebben een voetbaldingetje. Nee, maar dat doen jullie aan mee. Ja. Doen alle bankzitters daaraan mee? We hebben één keer allemaal meegedaan. Ja. En eigenlijk is het nu vooral wij vier. En wat is het? Creators FC heet het. Is eigenlijk een YouTube voetbalteam. En we spelen wedstrijden voor het goede doel. Oké. Okay. Ja, zit overal Nederland. Het is gewoon leuk. Eigenlijk midden Nederland. Beetje bewegen, een beetje sporten. Iedere week een beetje voetballen. Maar voor de voetbal natuurlijk wel gewoon leuk. Ja, want je begon natuurlijk als oorspronkelijk voetbalding. Ja. En dan, ja. Dus maar dat film je dan niet? Ja, het wordt gefilmd. Er wordt samenvatting van gemaakt. En als je die beelden voor je eigen video wil gebruiken, kan het ook. Dus hij heeft laatst gereageerd op zijn geweldige skills. En dan heb je gewoon een leuk filmpje als je dat wil. Als je dat leuk vindt. Dat mag allemaal ook gewoon. Ja, dus dan kun je weer voor je eigen content gebruiken. Kun je weer content doen. Ja. Dus eigenlijk moet je gewoon heel actief zijn en jezelf voor lul zetten. Zoals hij laatst deed in die wedstrijd. Dan heb je content. Ja, ja. Balletje over het voetje laten springen. Hij wijst het naar Koen. Ja, ja, hij laatst een video. Erg leuk op video. Podcast, hè. Dus oh, sorry. Ik wees naar Koen. En dat is die gast met dat rode haar. Maar dat kun je ook niet zien. Nou, hartstikke leuk. Ja, ik wou er nog verder iets over kwijt. Wou ik nog iets over kwijt? Creators of C. Wil een keertje meedoen? Nee. Kun jij een beetje voetballen? Nou, dat is wel grappig. Gaan we zo zien, hè? Vroeger heb ik gevoetbald. Lang op voetbal gezeten. Van jongs af aan tot de C'tjes. Oh, okay. C3 toen ben ik gestopt. Zat ik toen. Maar dat heet nu ook weer anders volgens mij. Onder 15. Ja, maar dat hebben wij ook gemist. De jongeren onder de dit en dan weet ik het allemaal hoe dat heet. Ik heb nog een vraag aan jou. Kijk je wel eens de bankzittervideo's? Ja, net. Ja. Oh. Ja, echt net. Of echt gewoon wel eens. Gewoon echt. Ja, ik kijk ze wel eens. De laatste die ik zag was, ik moet heel eerlijk zeggen, een maand geleden was dat, denk ik. Anderhalf maand geleden. Want vaak kijk ik het als het op trending staat. Ik zit vaak op die trendingpagina te kijken naar content van, hey, wat is nou eigenlijk populair op YouTube? Zeg, het kan nakken. Yeah. Zodat ik het kan nadoen, ja. Zeg jij vaak op trending nog? Ja. Laag, zoals je net zei. Klinkt arrogant, maar iedere week zit ik wel in trending, ja. Daar ben ik best wel blij om. Dat is dan niet raar. Je bent een van de grootste kanalen van Nederland. Het is dan niet raar dat je dan altijd trending staat. Gepoest wordt. Dat hoort toch wel? Ja, maar dat heb je niet in eigen kracht. Dat is echt YouTube zelf die dan zegt, dit vinden wij leuk. En dan zet ze het erin, denk ik. Denk ik, hoor. Ja. Nee, de laatste die ik... Oh ja, hier. De bankzitters doen de inburgeringscursus. Oké, die is dan een beetje... Die is gedemonetized. Ja, dat begrijp ik. Hoezo? Want, nou ja, Mattie had een heel leuk Hitlerpakje. Huh? Nee, je had niks met Hitler te maken. Oh, dat is niet. Hij was gewoon een Duitser. Jacka, dat was gewoon een motorclub, was het. Ja, nee, maar je kwam heel leuk lopend binnen. Ik vond het geweldig. Vond die jongen met dat bomvest ook al op het randje. Ja, klopt, ja. Ja, je hebt gelijk. Die was toch wel erger. Ja, nee, dat was inderdaad echt net op het randje, vond ik. Maar ik vind dat leuk. Dat is ook een beetje ons ding, toch? Ja, maar het ding is dat wij vinden dat echt heel leuk om te maken. Maar dat helpt natuurlijk niet echt mee als je geld wil verdienen en adverteerders naar je toe wil krijgen en zo. Nee, maar dat maakt jullie wel weer real. En als je allemaal een eigen kanaal hebt waar je op verdient en waar je fulltime mee bezig bent, dan kun je dat ook gewoon... Ja, maar op zich, je bent best wel veel tijd kwijt aan het bankzitten. Want tot nu toe is bankzitten echt hobbywerk, wat we echt leuk vinden. Maar als we onze eigen kanalen niet hadden, dan was bankzitters ook nooit gelukt. Ja. Want de enige reden is wel wat jij zegt. Van je hebt al je inkomen uit je eigen kanaal. Dus je kunt het accepteren dat je hier niet echt aan verdient. Ja, klopt. Je hoeft niet te pushen iedere maand voor een campagne. Ja, en wat wel met bankzitters, wat volgens mij zo is dat sinds we dat echt opgepakt hebben, zijn begin 2019 zijn we dus begonnen echt met elke week uploaden. Sindsdien zijn onze eigen kanaal ook echt weer super goed gegaan qua views en zo. In 2018 hadden we allemaal best wel gewoon een kutjaar. Qua persoonlijk YouTube. Ja, maar omdat dat bankzitters gaat lekker, mensen vinden dat leuk, kijken ze ook weer meer je eigen video's.
Ja. Dat is zeg maar, het wel. Een, persoonlijk. Veel mensen denken niet aan bankzitters omdat het niet hun type content is. Maar wij hebben wel, zeg maar, ja, Matties video's halen veel meer weergave. Maar onze eigen video's halen eigenlijk gemiddeld altijd 100k per video. Wij uploaden niet elke dag. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik heb, hoor. Ja. Ik heb ook 100k gemiddeld per video. Ja, ja. Soms uitschieters van 200k. 200, K staat dan voor 000, dus 200.000. Ja. 100.000. Auw, tering. Mijn baard bleef vasthaken in de fucking... Ja. Heb je dat al gehad? Nou, niet nu, maar ik ken het wel, ja. Ik kan het ook niet. Ja, ik kan het ook hebben. Voor de luisteraars, Koen heeft geen baard. Nee, Koen is zo haar. Al ga je ook nooit krijgen als ik zo kijk. Jezus. Joh. Nee, maar je bent 21. En je hebt nog steeds geen baard. Ik ben 24. Ik heb nog steeds geen baard. Ik vind het gewoon niet mooi. Ja, Matti, jij inderdaad ook niet. Gaat ook nooit komen ook. Nee, gaat nooit komen? Nee, maar ja, scheelt wel werk, toch? Ja, dat is zeker waar. Ja, maar je hebt nog ook een jong koppie. Je lijkt nog 20. Ik maak nu een gebaar, maar dat is... Het is heel anders, hè. Ik moet heel eerlijk zeggen dat podcasten, wat ik nou heb... Soms moet ik heel erg wennen aan dat er geen beeld is. Want je bent zo gewend om te zeggen, hey, kijkers. Maar het zijn eigenlijk geen luisteraars. Dus... Je hebt ook radio gedaan, toch, een tijdje met Kai. Heb je het ook? Maar daar heb je het meer bewust van? Dat het... Ja, ik heb half jaar 3FM gedaan. Maar dan hoef je niet per se... alles uit te leggen of zo. Ik weet niet. En Kai die was de host. Ja, ja, Kai van der Ree die was de baas. Die heeft ook een bankzittersdistrict gemaakt, hè? Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, die klopt. Is wel offline. Of niet meer? Nee, is die offline gehad, volgens mij. Ja. Ja. Omdat die geen adverteerders meer kreeg. Weet ik niet. Nee, zijn adverteerders vonden het niet fijn. Nee, hij was samenwerking met zo'n automerk. En toen is dat niet helemaal goed. Kut voor zijn vriendin in die auto. Dan vond die auto niet zo leuk, volgens mij. Nou ja, in ieder geval, dat is een beetje een inside dingetje. Want niemand kan dat meer terugkijken. Maar een podcast, is dat voor jullie? We hebben er wel lang over nagedacht. Maar dan ook voetbal gerelateerd. Ja, echt? Dat was wel het idee toen in eerste instantie. Toch een beetje VI online. Oh ja, Voetbal International. Voetbal Insight. Veronica Insight tegenwoordig. Ja. Oh, echt? Oh. Ja, ik ben van John de Mommonise. Ja, kijk je dat. Maar ja, dat was ooit een idee. Maar er zijn ook best wel veel podcasts. In. Ja, je kan alles wel uniek maken trouwens. Maar ja, nee, je hebt pop-podcast schieten over uit de grond nu. Dat is nu een hype of zo. Maar ja, klopt. Ook op Spotify zie ik nu overal, elke keer in mijn aanbevolen, krijg ik allemaal een podcast van Monica Geuze. En dan denk ik, sorry, niet geluisterd. Dat boeit me niet, denk ik. Nee, maar heb je mij al gezien dan daartussen? Nee, echt niet. Daar kan ik ook niks in doen. Ik ook niet, maar wel op YouTube. Maar hoeveel streams zou je op een podcast? Ja, nee, ik heb nu 50.000 streams of zo. Totaal? Ja, met 6-7 podcasts, zoiets. Dus YouTube, het is niet gigantisch. Ja, ja. Maar ik vind het wel groot, hoor, daar niet van. Ik bedoel, je verdient 5 keer zoveel op Spotify. Nee, maar volgens mij, ik verdien helemaal niks op podcast. Echt niet? Nee, want ik heb die inkomsten dingen helemaal niet aanstaan, volgens mij. Ik weet niet eens waar ik dat kan zien. Ik heb geen idee. Het is niet zakelijk, dit. Nee, dat klopt. Het is totaal niet zakelijk. Een beetje ontdekt. Een beetje bankzitters kanaal, dit. Ja, maar ik vind gewoon het... Gewoon leuk. Ja, ik vind het fucking leuk. Ik vind deze podcast gewoon leuk om te doen. Dus het is, ik weet niet eens of er geld binnenkomt. Ik heb zo'n RSS-feed of zo. Het is allemaal nieuw voor mij. Dus ik heb geen idee. Dus ik doe nu nog letterlijk alles gratis. Ik heb ook nog geen enkele betaalde ding gehad. Ja, ik heb van de Reude een heel setje gekregen. Dit moest je zeggen, zeker? Nee, dat moest ik helemaal niet zeggen. Nee. Eind van de maand een beetje ton op zijn rekening. Waar komt dit nou vandaan? Ik kan ook nog even zeggen dat ik word gesponsord door Audi. Kan ik ook nog even zeggen. Even kijken, wat heb ik nog meer? Heb je een mailadres? Ik heb gewoon betaald. Nee. Auto. Leuk. Leuk onderwerp, denk ik. Vind je dat belangrijk? Auto. Vind je dat belangrijk? Je roept op, Mattie roept op. Hij gaat meteen. Een nieuwe auto kopen. Alleen wij twee, volgens mij, toch? Jullie twee. Als het maar rijdt. Je hebt als het maar rijdt. Mag ik zeggen wat je rijdt? Of een Alfa Romeo Mito? Ja. Nou, prima autootje, toch? Ja, lekker voor de kilometers. Ja, boeit er niet zoveel. Nee, het rijdt heel zuinig en ik rij veel in een jaar. Dus. Ja, dus that's it. Ja, slim. Ja, en ik woon ook nog in Amsterdam in de studentenkamer. Dus ik vind het ook raar als je nu in één keer een dure auto gaat nemen... terwijl je daar bij je studentenkamertje oppoelt. Ja, Amsterdam is duur. Ja, je parkeert, laat me zeggen, voor evenveel per maand als... Ik betaal €60 per maand aan een parkeervergunning. Vind ik vrij duur. Ja, is ook heel duur. Ja. Ja, dat is veel. Dat betekent een jaar voor een parkeervergunning. Ja. €60. Je betaalt gewoon niet. Ja. Waar ik een oprit heb. Ja. En je woont in? Ik woon in Brabant. Ik woon in Utrecht. Gustig aan vriend. Ja, je woont bijna mijn woonplaats. Ja, maakt niet uit. Als je googelt Milan Knol adres, dan vind je het toch wel. Maakt mij niet uit. Niet langskomen, jongens. Niet langskomen. Mattie, wat rij je? Ik heb nog steeds dezelfde Volkswagen Polo als altijd. Oh, dat meen je? Ja. Ik rijd dat ding gewoon helemaal op nu, hoor. Kan mij het schelen. En hij is nog steeds zuinig. En op een keer valt hij uit elkaar. Dan koop ik wel iets moois wat ik dan mooi vind. Het is niet meer volgens mij dezelfde als die als eerst had, toch? Nee, maar... Oké.
voor de kijkers die nu luisteren en kijken. Ik heb een Volkswagen Polo gekocht in 2015. En na 9 dagen werd ik omvergereden door een vrachtwagen. Oh, en toen heb ik hem heel het geld weer teruggekregen van de verzekering. Want ze vonden mij zielig. En toen heb ik een nieuwe gekocht, maar eigenlijk gewoon dezelfde auto. En die heb ik nog steeds. Kreeg je dat geld nou in cash? Ik kwam zoiets ja, ik kreeg toen cash. Ik van de verzekering krijg je niet cash. Nee, ja, verzekering niet. Maar hij was totaal los. En die auto was nog wel 4.000 waard of zo. En ik heb nog 4.000 van de verzekering. En van de verzekering kreeg die 4.000 op mijn rekening. Ja. En die garage, die gaf mij 4.000 cash. Oh. Ik liep ze met die cash heel stoer te doen natuurlijk. Ja, ja. Ik heb een blikje slammers halen bij de supermarkt. Met 4K. Lekker. Nee, dat weet ik wel. Ja. En toen heb ik, voor mij heb ik maar had gestort, ja. Was je niet in de auto? Zat je niet in de auto? Ja, ik zat in de auto. Maar het was er gebeurd, we gingen 40 of zo. We reden bij Delft, heb je zo'n hele rare afrit. En dan lijkt het alsof, dan heb je 3 baans. Voor de luisteraars wordt het heel lastig. Je hebt 3 baans. Ik stond rechts en de vrachtwagen stond in het midden. Ja. En die stak zat van de weg over en die ging gewoon naar rechts zonder te kijken. Dus die knal zo in mij in. Maar we gingen maar 40 of zo. Oh. Dus die heeft mijn auto gewoon helemaal in elkaar gedeukt. Wel aan mijn kant. Maar het was niet echt hard. Het was niet echt een crash. Maar het ding was gewoon weg. Nee, geen airbag die uitpopte of zo? Nee, dat niet. Dus het was niet heel heftig of zo. Ik werd wel echt boos. Ik wilde nu schelden. Dat is niet echt. Nee, je was eerst helemaal bang dat het jouw schuld was. Nee, ik was in het begin heb ik dit weer in een week, weet je wel. Ik had ook echt niks. Toen kwam ik dacht al gelijk dat ik gelijk had. Dat ik gewoon de fout niet maakte. Dan komt even zo'n fan naar buiten, kalen met zijn krans zo op zijn hoofd. Zo'n kutkapsel. Zo'n vleespet. Ja, zo'n vleespet. Ja, en die gaat zeggen dat mijn schuld is. En voor de rest zei hij gewoon niks. Domme autisten dat was. Sorry, ik word nu echt boos. Ja, nee, ik voelde maar, woede nog, ja, inderdaad. Maar die werd boos dat ik het deed. Ik snap daar niks van. Ik had toen net niet zo heel lang op rijbewijs. Toen stonden er 2 mensen aan de zijkant te wachten. Die hadden het gezien. Ik weet niet waarom die daar stonden. En zeggen, hey, weten jullie hoe die werkt? Ja, boeit me niet. Het is maar blik. Zegt hij ook zo. Ik als 19-jarige panieker jongen, weet je wel, die net zijn auto. Dat is 5 jaar geleden gebeurd dus. Dat is eind 2015. Dat is 4 jaar geleden trouwens. 4 jaar geleden. Was ik. En die guy moest ook naar zijn werk of zo. Die ging gelijk weer weg, teringlul. Die had natuurlijk niks aan die enorme grote werkwagen. Dus toen zijn we met mijn pa naar dat bedrijf gegaan. Hebben we daar het schadeformulier ingevuld. En die zei, oh ja, het zal wel Kokkie wel weer zijn. Kokkie heette die trouwens. En toen hebben ze dat ding, gewoon gefixt. Ding, ding, en toen kreeg hij het vaker deed. Ja, hij reed overal op in blijkbaar. Die gozer. What the fuck? Wat een Kokkie. Rare kerel. Dat moet ik toch wel slaan. Kale Kokkie. Ja, het kostte wel veel geld. Maar toen had ik dat geld gekregen. En toen heb ik gewoon een nieuwe Polo gekocht die ik nog steeds heb. Nou, lekker man. Yes, wat een lang verhaal. Ja, lang verhaal over een auto, maar leuk. Super mooi. Behalve dan dat het is gebeurd, is het verder een leuk verhaal. Wil je nog schelden? Want ik kan je microfoon gewoon uitzetten. Kutjes. Kijk, dat hoorde niemand. Nee, dat is goed. Robbie, jij? Wat rij jij? Ik ben jaloers op jouw auto. Ik ben een beetje een Audi fanboy. Oh, echt? En cool. Ik heb een A3. Een A3? Ja, rustig beginnen, hè. Eerste auto. Ja. Je moet nog wel kunnen upgraden in het leven, zeg maar. Ja, maar ik heb toch ook niet de sixth auto. Ik ben A5. Nee, ik kan ook nog upgraden. Ja, daarom, maar toch. Hij dat is alweer met die TT, weet je wel. Echt een meme auto. Ja, ik had toen een TT. Had je een TT? Ja. Oké, ik ben Audi fanboy, behalve van de TT. Ja, kapper auto. Kapper. Ja, TT was vreselijk. Dat doe ik ook niet meer. Ik vond het toen mooi. Je kunt nog heel ver gaan, hoor. Ja, zeker. Zeker weten. Ja. Wat wordt je volgende, denk je? Nou, ik ben met Audi wel aan het overleggen voor maart 2020 van wat ik dan mag rijden. Maar weet je wat ding is? S5 mag of zo. Rijden. Ik ga op vakantie waarschijnlijk met de Q5. Dus dan mag ik die een paar weken mee. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. R8 of zo. Ik wil heel graag de... Nee, ik wil heel graag de... S5. E-tron wil ik heel graag. De e-tron. Maar dat is een elektrische auto. Dat weet ik. Dus die wil ik heel graag. Maar dan, ja, weet je, wel die nieuwe met die virtual mirrors. Weet je? Wat heb je nu eigenlijk? Ik ben al lang blij dat ik mag rijden. Wat heb je nu? Wat heb ik nu? Ik heb gemist, denk ik. De A5. Die had je toch al? Ja, maar die van dit jaar. Heb je nog gesponsord? Ja, van dit jaar. Oh, ja. Ja, dus die van die oude van mij die ik kocht, die was uit 2012. En deze is uit 2018. Dat is wel mooi. Ja, die is gewoon nieuw. Maar ik ben al lang blij dat ik mag rijden van Audi. Dus het maakt me echt, ik heb geen eisen. Als het maar rijdt. Ja. Dat is het. Dus, maar wat rij jij? Ik rijd nu in een E55 AMG, een Mercedes. Zo, Mercedes? Ja. Godverdomme. Hoezo, godverdomme? Nou, dat is toch een duur merk? Nou ja, het is dus met auto. Name... toch? Ja, hij komt uit 2004. Maar hij laat maar dan. Nee, grapje. Dus eigenlijk is het gewoon een pauperbak. Ja. Nee, hartstikke mooie auto. Het is een taxi. Ja, het lijkt een beetje op een taxi, maar dan is het is een taxi. Dan heeft hij al 500 pk. Dus. En heb je dan wel eens dat mensen bij jou instappen? Ja, dat ja. Meestal lekkere wijven. Oh, meen je? Oh, nee, hoe doe je dat dan? Maar dan is het niet voor de looks van jou. Ja, ben je met Uber. Auto. Ja, maar dat heb je serieus in Amerika bijvoorbeeld. Heb je zoveel van Tesla's. Nee, niet Tesla's. Van die, hoe heet dat nou?
Oh, ja, Toyota. Ja, die hybrid auto. Ja, die Prius. Prius, inderdaad. Ja. Heb je zoveel Priussen, dat er is één zo'n Amerikaanse guy die ik volg. En die heet Dirt Nasty als rapnaam. En die heet volgens mij in het echt, heet die... Kokkie. Naam kwijt. Ja, Kokkie. Inderdaad, hij rijdt ook vrachtwagens. Kokkie, als je kijkt, hé. Een kaartje, man. Fuck off. Zet even uit. Ja, oh ja, doe je mic. Fuck you, Kokkie. En die guy die rijdt dus in een Prius. En die heeft dus gewoon letterlijk dat hij dan rijdt door de stad heen. Dat hij dan bij het stoplicht staat. En dat gewoon iemand instapt. En dat hij zegt, oh, you're my Uber, right? En dan zit hij achterom te kijken van, nee, ik ben niet de Uber, weet je wel. Maar dat verdien je ook wel als je een Prius rijdt, vind ik. Ja, dat weet ik niet. Ja. Ik vind Prius gewoon prima auto, hoor. Nee. Ja. Nee. Om te zien, om te rijden, prima, oh. Joh. Ik ben niet zo'n sikke autoliefhebber. Ik vind Audi gewoon, Audi en Tesla vind ik de mooiste merken die er zijn. Voor de rest, als je een auto rijdt, prima. Ik bedoel, de Citroën Cactus bijvoorbeeld. Oh. Dat vind ik gewoon niet zo'n mooie auto. Ik zou er dus echt in rijden. Mijn ogen bloeden als ik zo'n auto zie. Voor de meme, ja. Ja, nee, daar zou ik dus niet in willen rijden. Maar dat is gewoon puur omdat ik het niet zo heel mooi vind. Prius is het ook. Ik zou er niet in willen rijden. Het is niet zo heel mooi. Maar het is een prima auto. Ik bedoel, auto is een auto, toch? En sommige mensen hebben niet eens een auto. Dus dat is waar, ja. Dat, zo bekijk ik het dan. Ja, Koen zegt wel, dat is waar, maar hij is het er niet mee eens. Nee, ik ben er zeker niet mee eens. Je kan beter geen auto hebben dan een Prius. Oké. Ieder zo zijn ding. Nee, maar het probleem met mijn auto is dat ik rijd 1 op 7. Oh, ja, dat is best veel. En ik rijd echt 25.000 kilometer per jaar. Maar waarom heb je hem dan nog? Ja, ik ga hem aankomende woensdag ga ik hem inruilen. Voor? Een Ferrari, nee. Nee, ik ga een BMW halen. Oké. Ja. Oh, dat rijdt Gamineer rijdt dat ook, een BMW. Ja, een 4-serie. 4, dat zegt me helemaal niks. Oké, okay. Dat is zeg maar hetzelfde als Gamer heeft, maar hij heeft een M4 en dat ga ik niet halen, maar gewoon een 4C. Oké, okay. Nou nice. Maar wel mooi. Dus ja, ik heb er zin in, ik ben er blij mee. Maar het is belangrijk voor jouw auto dus? Ja, ik vind het wel, maar ik vind het gewoon leuk om in te rijden ook. Ik rij ook gewoon veel, dus dan vind ik het ook wel chill om gewoon in de auto. En dan moet het ook wel comfortabel zijn. Vind ik wel. Wat is een herinnering van bankzitters die jullie hebben, dat jullie... Waar jullie altijd weer op terugkomen. Ik wil zeggen Albufeira. Wat is Albufeira? Dat is een vakantieland. Ja, dat is een tokkie-vakantiebestemming. Waar we 2 jaar geleden waren. Sorry voor alle tokkies die nu naar Albufeira gaan. Is er aan voor gevoel. Wij waren het zelf ook. Nee, we hebben daar echt legendarische avonden gehad. Dat is altijd waar we het eerst aan terugdenken, denk ik. En we gaan over een maand trouwens weer op vakantie. Er staan hopelijk 2 pakken. Oh, maar jullie gaan met z'n 7 dan op vakantie? Nee, met z'n 5. Met z'n 5. Nou, wel met 7. Dan gaan 2 camera jongens mee. En dan... wacht even hoor. Pardon. Dan gaan jullie... allemaal meebetalen. En dan is het gewoon... Nee, dit komt wel uit... Dat is bankzitters betaald. Dit hebben we dus soort van verdiend het afgelopen half jaar. Oh, dat is wat jullie nou verdienen met het kanaal. Nou is het weer op. Oh, maar dat is slim. Laten we zeggen, hier maken we ook weer content. Dus het is ja, dus dan kun je daar weer mee verdienen, ja. Ja. Oh, wat slim. Ja, en dan ook alle onkosten ook. Nee, het eten en zo gaan we niet halen. Nou. Ah, je weet het niet. Oh, krijg ik nog een maandje AdSense. Oh yes. En als er dan nog een bedrijf is die ons wil sponsoren voor onze vakantie. Sure. Laat even weten. Ja, tuurlijk. Shout out. Dus dan naar Albufeira. Nee, we gaan nu naar Benidorm. Benidorm bankzitters. Dat is... gaan we. Oh, dat zijn tokkies die 60 plus zijn. Ja, dat is toch wat ouder. Ja, dat is juist mooi. Want dan word ik niet heel veel herkend, maar wel een beetje waarschijnlijk. Is dat niet een beetje veranderd? Die Benidorm Bastards, daar komt het van dan toch? Ja. Het programma. Volgens mij is het nu alweer jonger. Jammer. Het is vooral zo'n vakantiebestemming voor ouderen in de winter, zeg maar. Want dan is het daar nog warm. Oh. En dan is het hier koud en dan gaan al die opetjes en omaatjes daar met z'n allen chillen. Welke maand gaan jullie heen dan? Augustus. Dus dan is het gewoon vakantieperiode. Ja. Is het gewoon... Oh. Dus dan hoop je dat je daar... En wat ga je dan doen voor content? Want een reality-serie. Nou, niet echt. Zoals X on the Beach? We hadden gewoon... Zo'n Temptation Island. Island. Nee, we hadden gewoon... 2 jaar geleden hadden we gewoon... deden we gewoon normaal vakantie vieren. En toen gebeurde er zoveel lachen shit. Dat we echt we dachten van... ja, als dit nou vastgelegd was, hadden we echt de beste content ooit. Ja, want dus wat is met Albufeira gebeurd dan? Wat staat er? Ja, vraag maar om... bepaalde dingen niet verteld worden. Ik heb ook vlogs gemaakt daar. Maar dan vlogs om 7 uur 's ochtends toen ik naar huis liep vanuit het uitgaan. Oh mijn god, 7 uur? Ja, 's ochtends. Maar ik heb ook gewoon dat ik film dat ik op de weg ga liggen en zo. Het is niet... En het allermooiste is de omgeving die je ziet, die we niet herkenden. Die lag zeg maar niet op de weg van het uitgaan naar huis. Yeah. En toen reden we naar het vliegveld. En toen kwamen we dus langs die plek waar hij was. En hij was dus echt... Nou ja, hoe ga ik dit het viel best aan mee. Het viel best je hebt mee. A en B en je hebt de rechte lijn. Of je hebt zo'n cirkel die zeg maar via de ring van Spanje zeg maar gaat. Ja, zo was hij gelopen. En hij nog tegen ons vertellen. Oh ja, ik was zo thuis. En, ja, maar het viel oprecht. Het viel mee. Gaat hij weer, het viel mee. Het is normaal 10 minuten en ik heb er 25 minuten over gedaan. Nee joh, je echt veel langer. Nee. Ja, het klinkt niet heel legendarisch, maar... Ja, het was wel heel leuk als je erbij was. Het is een soort loopverhaal eigenlijk, is het. Maar onderweg gebeurde dus allemaal...
Maar dan ben je dan ook constant vloggen, Raoul? Nee, dat was gewoon stories of ik het wat die stuurde. Ja, dat was gewoon voor WhatsApp. En dan stuurde hij dat en dan waren wij het aan het kijken van wat. Maar er gebeurde gewoon heel veel dingen. En we gaan nu dus nemen twee cameramannen mee, camera jongens meer. Oh ja. En dan gaan die we gewoon... zijn puur voor bankzitters. Ja. Ja. Oké. Okay. En voor je eigen kanaal neem je ook op? Nee. Nee, dat is dus het ding. We deden het eerst allemaal voor onze eigen kanalen. Ja. En dan had je gewoon tijdens een vakantie had je 10 video's verspreid over 5 kanalen. Nee, ik denk 5 video's. 5 video's op 5 kanalen, zoiets. Iedereen maakt 1 of 2 video's. Ja, één vakantievideo. Maar maken jullie echt afspraken dan? Van, en je mocht twee en niet meer dan dat. Nee. Oh. Maar dat deden we gewoon eerst. En nou, die werden echt allemaal 500.000 keer bekeken. Echt veel. En nu dachten we gewoon, nu kunnen we net zo goed op de bankzitterskanaal doen. En dan van elke dag 1 video bijvoorbeeld. Ja. Dat is handig. Ja, aan het begin hadden we wel, toen we met Bankzit begonnen, hadden we wel van... Ja, alle video's, als we nu met z'n allen zijn, zeg maar... Dan maken we alleen maar video's voor het Bankzit-kanaal. Niet meer voor ons eigen kanaal. En aan het begin was het wel van, het is wel jammer. Want op ons eigen kanaal haalt het ook veel views. Maar omdat door Bankzit onze eigen kanalen nu sowieso goed gaan... Is dat ook niet zo'n heel groot probleem meer. En kun je het makkelijk vooruitwerken met je eigen kanaal? Ja, op zich wel. Omdat het op Bankzit kan wat moeilijker, natuurlijk. Nee, op Bankzit kan het juist wel oké. Want zeg maar, kijk, als je nu een eetwedstrijd opneemt... die kan je ook over 2 maanden uploaden, bij wijze van spreken. Dat maakt niet heel veel. Ja, dat is niet veel tijdlozer. Ja. FIFA is minder tijdloos, juist. FIFA moet je eigenlijk op de hype van de week inspringen met die kaartjes. Wij zijn ook niet echt mensen die voorbereiden. Ik bedoel, Rob, jij gaat op vakantie. Hoeveel video's heb je voorbereid? Nul. Hoe gaat hij weer? Nee, 4 of zo. 4? Ja, voor 2 weken. En het worden wel 5 of 6. Zo. Dat is nog best oké, joh. Want ik weet zeker dat je dacht dat het erger zou zijn. Ja. Maar normaal, ik heb geen idee wat je normaal uploadt. Ja, eigenlijk ook 3 of zo, dus eigenlijk wel goed zo. 3 video's. Maar inderdaad, met bankzitters vooruitwerken, we proberen het wel. Maar nou hoor ik mezelf veel beter. Net leek het echt alsof ik beneden in de schuur stond te praten. Zo heel hol. Dat meen je? Ja, dat is wel een beetje ons enige verbeterpunt bij bankzitters, zeg maar. Dat we af en toe zeg maar een beetje stressen van, hadden we maar gepland, zeg maar. Maar dat is ook alweer onze kracht, want we doen maar wat. Ja, want dat is de improvisatie, toch? Plan jij goed? Sorry? Plan jij goed? Ik plan met de jongens wel. Vroeger had je altijd schema, dat weet ik wel, echt strak. En als je die op zondag klaar was met je video, dan kreeg je billen. Ja, dat is inderdaad way back. Toen werkte ik op die manier. Denk dus ik verder interessant voor luisteraars. Maar nu werk ik nog steeds met het schema. Hetzelfde schema nog. Ik heb jou er al in uitgekikt als beheerder. Ik kijk nog wel eens van, wat is next? Wanneer moet het geüpload worden? Dat kan ik verwachten vandaag. Ik gebruik het schema nog steeds om te uploaden. Het is alleen niet zo strak meer. Het is meer gewoon voor mij om te zien van, volgende week weet ik dat ik deze 2 video's moet hebben voor een bedrijf of gewoon voor mezelf of whatever. En dat ik ook een beetje vooruit kan werken op die manier. Maar niet meer heel strak van... Je hebt ook niet meer elke dag een video natuurlijk. Nee, ik heb maar 3 of 4 keer per week een video. Ja. Heb jij veel campagnes de laatste paar maanden? Ja. Ik vind dat echt raar. Wij hebben dus helemaal niks. Oh, ik heb echt heel veel. Ja, voor mij doen heel veel dan. Ja, wij echt helemaal niks. Oh, sorry. Ja. Dus jij nakt ze allemaal, die campagne. Sorry, doe snel een shout-out. Audi. BMW. BMW. Maar ik vind het echt bizar. Bijvoorbeeld ook op dat bankje. Dus kijk, natuurlijk zijn er wel video's die, die net door de beugel kunnen. We hebben gewoon tijd nodig, toch? Laat maar zeggen, bedrijven kijken toch gewoon naar grote kanalen en abonnees. Dat zien ze als eerst. Daarom is het jammer dat bankje dus eigenlijk zo weinig abonnees heeft. Terwijl op elke video gewoon minimaal 200.000 houdt. Ja, maar doe je dan iets fout in de marketing? Nou, dat is ook gewoon wel logisch, toch? Omdat het toch nieuw is. Zeg maar, mensen hebben toch tijd nodig voordat ze gaan abonneren. Plus, je krijgt op een punt dat het ook een beetje verouderd wordt, toch? Weet je wel? Ik bedoel, op je eigen kanaal heb je 300.000. Maar daar zitten waarschijnlijk maar 100.000 actieven bij. En bij bankzitters heb je er 150.000. Maar die zijn nog alle 150.000 actief. Want die zijn pas een half jaar geabonneerd. Ja, dat is een beetje, zeg maar. Ja. Als je over een jaar kijkt, dan heb je er gewoon 200 of 250, weet ik het. Ja, maar is het misschien ook niet, dat zou kunnen. Maar is het misschien ook niet een stukje dat jullie te weinig zeggen van, abonneer op dit kanaal? Nou, dat dachten wij dus ook. Dus we hebben laatst toen gezegd van, luister, vandaag willen we 1.000 abonnees erbij. En toen kregen we in 1 dag ineens 1.000 abonnees erbij. Dus het kan wel. Ja, het kan wel. Het is wel dat je 1 video per week is wel genoeg. Maar het is wel maar 1 keer per week dat mensen een aanleiding hebben om weer iets nieuws te ontdekken. Er zit ook zo'n structuur in dat mensen weten, oké, vrijdag 5 uur een nieuwe video. Dus ik hoef niet eens te abonneren. Ja, en het ding is ook, als je 2 keer zo'n video hebt gekeken, dan komt die 100% die week erna in aanbevolen. En dan hoef je ook niet te abonneren als toch elke week een aanbevolen. Als in gewoon... Je homepage. Ja, gewoon homepage of naast andere video, weet je. Jullie kijken naar de statistieken van het kanaal zelf. Dat niet. Maar kijk, dat is het ding. Maar wij uploaden zelf ook allemaal. Dus je weet, mensen die onze video's kijken, kijken naar bankzitters video's ook. Dus als wij op vrijdag, op zaterdag ook uploaden, dan staat er voor kijkers, staat de bankzitters video er ook naast. Ja. Dat is eigenlijk altijd zo. Dus abonneren is geen must, alleen. Je kan het zien, hè? Je kan zien hoeveel... Ik weet zeker dat er bij 40. Ons heel veel van
aanbevolen komt. Ja, dat kun je ook zien. Ik heb dat een keer gezien. Dus dat ik 1 miljoen keer was hij aanbevolen bij iemand. Heeft iemand het gezien? En er waren echt maar 20.000 mensen die hadden geklikt. Echt? Van die 1 miljoen keer dat het op iemands pagina was geweest. Ook niet dat je dat ook kon zien. Hoe vaak ja, dat kun je precies zien. In een nieuwe YouTube Studio Beta. Die klik ik dus altijd weg. Oh, ja, okay. Nou, ik laat het zometeen wel zien. Ja, het is, je moet eraan wennen. Ja, YouTube heeft een nieuw systeem. Ze doen altijd algoritmes veranderen. En ineens hele layouts veranderen en zo. En nu hebben ze YouTube Studio Beta. Die werkt nog steeds niet. Het werkt... Nou, het is heel slow ook of zo. De inkomst genereren knopje werkt voor mij niet goed. Zo, hoe is jouw CPM? Ik heb geen idee. CPM. We gaan nu heel erg zakelijk. Ja, we zitten heel diep. Ja. Dit kunnen we na de podcast of na de knokkast wel doen. Sterker nog, ik denk dat we zo'n beetje een einde eraan gaan breiden. Goed bruggetje. Want je gaat nu over mijn geld beginnen en dat vind ik niet fijn. Hey, mag ik je bankrekening zien zo ook? Ja, dat mag ook. Yes! En mag ik ook je login? Of? Nee, dat mag niet. Je mag wel net zoals Mattie toen op mijn account kon, dat hij gewoon zeg maar... hoe noem je dat ook weer? Dat hij de manager. Was die managerfunctie. Dan kon je gewoon inloggen. Was ik manager? Daar heb ik dan nooit gebruik van gemaakt. Nee, dat heb je ook niet gedaan. Nee. Kon dat? Ja, kon je ook zien als hij daar gebruik van maakte. Kut. Ja, ja nee, ik had altijd op mijn kanaal, omdat het een groepkanaal was, dat kun je bij bankzitters kun je dat ook doen. Dan kun je 1 iemand, die is dan een soort van leider als het ware. Dat is dan de eigenaar, die is de enige die dat kanaal kan verwijderen. En de rest kun je als manager toevoegen. Dus die kunnen gewoon alles inzien. Dat is wat je netwerk ook is. Ja, nou zo'n beetje, zo'n soort van. Maar die kunnen alles gewoon zien. Die kunnen inkomsten zien, die kunnen video's zien, die kunnen dingen aanpassen. Maar die kunnen niet het kanaal verwijderen en die kunnen ook niet... ergens aansluiten bij een netwerk bijvoorbeeld. Ja, of zo, weet je wel, die hebben die macht niet. Maar dat ik weet niet, jullie hebben gewoon allemaal het login van de eigenaar. Want nu heb je zeg maar 7 mensen die het wachtwoord hebben. En als iemand hem kwijtraakt, ben je alle 7 fucked. En als je het bij 1 iemand houdt, dan is dat de verantwoordelijke. En dan kun je daaronder de managers plaatsen. Maar het is maar een ideetje. Ik weet dat het mogelijk is. En nu kunnen we lekker wel alle 7 het kanaal verwijderen, anders maar 1. Ja, dat klopt. Dus als iemand boos is, ja, precies. Dan kan je het doen. Nou ja, zelf weten. ik geef een tip, maar ja, fuck jou, Koen. Bedankt voor de tip. Wat een geweldige tip. Willen jullie nog iets kwijt als laatste? Een shout-out, een dingetje en weet ik veel wat. We hebben al veel shout-outs gedaan al. Behalve het abonneren op jullie kanaal. Ja, oké, abonneer op ons kanaal. Volg ons op Instagram. Ook bankzitters? Bankzitters laagstreepje. Dankjewel dat we hier mochten zijn. Bankzitters laagstreepje wat? Insta. Laagstreepje Insta. Moet dat besef, bankzitters is bezet. Ja. En het wordt niet meer gebruikt. En ze kunnen het gewoon niet claimen voor ons. Dat kan toch niet? Dat is belachelijk. Dat kan, dat slaat echt nergens op. Nee. Maar dan moet je iets groter worden, denk ik. Ja, dat is dus... Je moest 100.000 op Insta hebben of zo. Dat dus... Dus je 100.000 naar de Insta. Ja, dus als jullie nou even allemaal gaan volgen... dan hebben wij dat probleem niet meer. Ja, bedankt. Slim. Goeie. We zeggen ook dat... Bankzitters account dat heeft dus in 2015 voor het laatst gepost. Het is een fanaccount van ons. Oh. Ja, dat is balen als je eigen naam niet kan hebben. Dat is balen. Nou, in ieder geval bedankt dat jullie er allemaal waren. Ik vond het gezellig. Wij gaan zometeen nog een video opnemen voor mijn kanaal en voor jullie kanaal volgens mij. Wat dat wordt, dat kunnen jullie allemaal zien op het YouTube kanaal Milan Knol en op het YouTube kanaal Bankzitters. Yes. Yes. En dat was het. Dus bedankt voor het volgen op Spotify en bedankt voor het abonneren op YouTube Milan Knol en Bankzitters. Doei. 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 Oh, je wacht nog 1 geluidje. ASMR. Bam, je hebt nog steeds straf! Zo. Maar ze zegt iets van... Het lijkt wel alsof ze bankzitters zegt. Ja, ze zeggen, ja, dat zegt ze ook. Bam, je hebt nog steeds straf! Bankzitters. Bankzitters. Oh, echt? Nee. Natuurlijk niet. Nee.